Kunt u zeggen dikke boktor? Dikke boktor. Dikke boktor. Goedemiddag beste mensen, welkom bij Rabona TV, je boy Mauri. We zijn vandaag beland in het leuke Tilburg, in het prachtig winkelcentrum waar ik de mensen ga vragen wie gaat het degraderen uit de Eredivisie. Ik wens jullie veel kijkplezier en shout-out naar de Horsefighters. Een hele goede middag, mijn naam is Mauri, ik ben van Rabona TV. Met wie heb ik het genoegen? Met Quinten. Hallo Quinten, hoe gaat het? Goed en met jou? Goed, ben je klaar voor een aantal reeks voetbalvragen? Ja, weet genoeg van, dus ja. Wie gaat het degraderen uit de Eredivisie? Ik denk Groningen, dat die wel een kans maakt om te degraderen. Groningen, waarom denk je dat? Degraderen? Ja, de keeper die laatst opgepakt voor zwartrijden. Zwartrijden in de trein, conducteur geslagen. En staan laatste momenteel in de Eredivisie dus. Ze staan laatste en ze creëren voor zichzelf een slechte naam in de media. Dat is wel een goede reden om te degraderen. We staan hier momenteel in het winkelcentrum. Doe jij zelf ook aan voetbal? Nee, ik zat op voetbal. Maar dit is wel een prima accommodatie ook, maar ik voetbalde in Rotterdam. Dit is een prima accommodatie. En wat heb je te vertellen over jouw voetbalervaring in Rotterdam? Ja, was altijd wel leuk. Ja, en voor Feyenoord natuurlijk. Niet bij Feyenoord gespeeld, maar Feyenoord wel favoriete club. Dus ja, ja. Beter dan Ajax. Feyenoord beter dan Ajax. Daar zijn de meningen over verschillend. Hallo Sharon. Ten eerste moet ik zeggen, je hebt een heel leuk kapsel. Dankjewel. Dat is echt een hele mooie kleur geel. Heb jij een beetje verstand van voetbal? Totaal niet. Ik heb een vraag. Wie gaat het degraderen uit de Eredivisie? Ja, nou vraag je me wel wat ik mijn god niet zou weten. De Eredivisie is de landelijke gemeenschap, de KNVB voetbal van voetbal. En er zijn een aantal voetbalclubs en ze komen allemaal uit de grote stad. En de een zegt Groningen die gaat degraderen, de ander zegt FC Twente. Welke voetbalclub ken je allemaal? Geen. Helemaal geen. We zijn nu in Tilburg. Heeft ja. Tilburg geen voetbalclub? Jawel, maar de naam die weet ik niet. Oké. Heb je wel eens ooit van een voetbalclub gehoord? Alleen de standaard Ajax, PSV... Ja. En als je moest kiezen tussen Ajax of PSV, naar welke wedstrijd zou je eerder kijken? PSV. Omdat Eindhoven dichterbij is? Of? Oh, is dat? Ja. Ja. Dan ja. Wat is jouw naam? Daan. Hallo Daan. Welkom bij Project Rabona, Horsefighter. Heb jij een beetje verstand van voetbal? Ja, een beetje wel. Ik ook. En ik ben heel benieuwd naar jouw mening over wie die gaat degraderen in de Eredivisie. Poeh. Ja, ik moet zeggen dat ik de stand niet precies weet. Ja. Hoe moet ik op zeggen? Het is natuurlijk nog het begin van het seizoen. Ja, dat weet ik niet. Feyenoord. Weet jij toevallig ook de stand in de rang van Feyenoord? Die staan nu vierde volgens mij. Dat is niet zo, dat is niet heel slecht. Derde, vierde is niet heel slecht. En wie is nou echt de favoriete club van jou, zeg maar? Mijn favoriete club? De club waarvoor ik ben is voor Ajax. Ajax. Ja. De Joden. Vandaar de comment op Feyenoord. De Joden. Oké. Ja. Zo worden, ja, de Joden. Maar ken jij ook een lied van nu of vroeger, maar ooit een gezongen lied van de Ajax fans? Ja. Hooligans? Ja, ken je wel. Welke bijvoorbeeld? Ja. Het ging inderdaad over de Joden. Waar komen Joden toch vandaan? Waar komen Joden toch vandaan? Ja. Ja. Ja, die kennen wel veel mensen. Welke nog meer? hoezo? Ja, ik ken niet heel veel liedjes van Ajax. Dikke boktor. Ik heb nog een ander verhaal. Ken je Horsefighter? Ja, dikke boktor, Horsefighter. Ja, komt wel bekend voor. Ja, ik heb geen idee waar het is, maar ik weet wel dat het... Ja, van Juventus op internet. Oké. Ja. Nou, Horsefighters zijn ook voetballers, hè?
Okay. Maar ik heb eigenlijk best wel een beetje haast. Ik wil graag doorgaan ook. Dus het duurt best lang. Oké, je naam was? Daan. Daan, bedankt voor je tijd. Ik wens je nog een gezegende dag. Yes, amour van ja. Welkom bij ons interview. Wat is uw naam? Chris. Chris, yes. Dat is een leuke naam. Ja, nou, ik ben dus Mauri. We zijn hier in een prima accommodatie. Dit is een overdekt winkelcentrum en het regent helaas. Jij bent ook hartstikke nat, zie ik. Correct. Maar ik heb een vraag over voetbal, want daar gaan we het even over hebben. Wie gaat dit jaar degraderen in die Eredivisie? Ik denk Emmen. Emmen? Yes. Zit die er niet pas in? Ja, zit er net in. En die gaan er ook weer uit? Die gaan er ook weer uit. Staan ze laatste? Nee, volgens mij niet. Oké, okay. Dikke bok door. Maar wie die gaat degraderen is FC Groningen. Ze staan niet heel bijzonder op een lage rang. Maar ze creëren zichzelf met een verkeerd beeld in de social media. Ik heb gehoord dat hun keeper nogal wat slechte dingen heeft gedaan. Ja, dat klopt. Dus misschien kan het leiden tot heel veel doelpunten tegen. Maar dat kun je nooit van tevoren zeggen. Wie is je favoriete voetbalclub, Chris? PSV. PSV Eindhoven? Yes. Dikke Boktor, kent u dat? Dikke Boktor, nee. Dikke Boktor. Eigenlijk is dat een zelfverzonnen Boktor. Je hebt heel veel verschillende Boktoren. Ik was een stuk of 100. Het gaat alle kanten maar op. Maar de Dikke Boktor heb ik verzonnen. Ja, dat geloof ik ook, ja. En wat is uw ervaring? Wat is uw belevenis in deze interview? Grappig. Maar ik weet niet waar het over gaat eigenlijk. Voornamelijk, kant op. Het gaat voornamelijk over voetbal. Ja, dat klopt. En ik ga het afronden. Dank u voor de tijd, Chris. Graag gedaan. Heeft u nog wat te vertellen tegen de mensen thuis? Jongens, kijk dit filmpje hè, en geniet ervan. Abonneer ook even en doe een like. En abonneer en doe een like, tuurlijk. Kunt u zeggen dikke Boktor? Dikke Boktor. Dikke Boktor. Hey, bedankt, hè. Tot ziens. Ja, graag gedaan. Hallo beste kijkers, jullie hebben het gezien en gehoord. We hebben een aantal mensen gesproken hier in Tilburg in een prachtige accommodatie en winkelcentrum. Waaraan wordt gebouwd, je ziet het niet, maar die buiten wel. De ene persoon zei Groningen gaat degraderen, de andere Feyenoord. We hebben Ajax gehoord, FC Twente. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wij groeten jullie uit Tilburg, vanuit Tilburg. Dikke Boktor, boem! Groeten van Mauri.